Jan.
stond er even stil en ging ze omdraaien. Ja. En dan... Ja, dat is de eerste en enige Ipo 2 combinatie, mevrouw de Vries. Nou, we hebben een prima spoorlegger die het spoor er goed in getrapt had, Chris. Daarvoor dank. En we zien bij de aanzet dat de hond van Inge, Kelsey, prima lucht opneemt. Zijn neus diep in het gras zet en dat eigenlijk volhoudt tot 3/4 van de strek. Dan denk je van, doe ik hier, kijk ik hier, draait een rondje, zet zijn neus weer aan de grond. En dan gaat hij door naar de hoek. De hoek geeft hij goed aan, alleen hij gaat er niet meteen in. Hij gaat even de andere kant op en denkt, oké, nu Tom die kant op. Dan gaat hij weer met dezelfde rustige tempo met een diepe neus door naar het voorwerp. Dat geeft hij goed aan, alleen de vervolgactie moet veel op. Want hij zei nu meteen, dan gaat hij eerst een rondje maken, dan komt hij terug bij het voorwerp. En oké, dan maak je dat toch nog niet. Nou, daar zit, meteen zijn neus weer aan de grond. Heerlijk in een rustige tempo naar de tweede hoek. Die pakt hij perfect. En dan gaan we de laatste strek op. Dan zie je hem daar nog een keer wat interessanter snuffelen. Maar hij gaat wel zelfstandig door. Gaat hij goed door dat hij bij het voorwerp krijgt. Of voor het voorwerp zie je dat hij even wat lucht krijgt. Maar daarna zet hij toch zijn neus aan de grond. En dan gaat hij door in het laatste voorwerp. En dan laat hij zien dat hij best wel weet hoe het wel moet. Dat was uitstekend. De hoogste zeer goed. Mensen uit de grijze. De hoogste zeer goed. Nou, 96. 95. Wauw!